piano hebben we niet alleen Glenn Konijen, maar ook George Baker en Petra Berger. Topsterren, maar ook bij België. Namelijk niet alleen Danny Wuits, maar ook Jesse en Koert. Goedenavond, Danny. Ik ben blij dat je er weer bent. Maar dat ben ik altijd blij. Dat is fijn. Gelukkig. Naast je zit Jesse. Jesse, jij zit of zat in een danceformatie? Nog altijd. Nog altijd. Ja. In België. Ja. En hits. Wel zoiets. Ja, toch? Ja. Wat doe je buiten het dance-repertoire ook nog andere dingen? Ja, zeker. Voor mij is het leuk om zo nu en dan met muzikanten op een podium te gaan staan en gewoon liedjes te zingen die iedereen kent. Oké, gewoon lekker. Ja. En wat voor repertoire vind jij zelf nou echt, wat luister je thuis naar dat je denkt, dat vind ik wel lekker. Zo. Ja. Nou, vanavond kun je helemaal laten gaan als je wil, hè? Ja, je mag het zelf verzinnen. Kurt, aan de andere kant. Hey. Zeg ik dat goed zo? Nee. Wat dan? Kurt. 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 Kurt, maar krachtig. Nee, Kurt. 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 Voilà. Voilà. Je bent acteur. Ja. Waar speel je in of heb je in gespeeld? Ja, een Belgische reeks die jullie waarschijnlijk niet kunnen zien in Nederland. Dus een reeks. Nou, hoe heet die dan? Mag je zeggen? Wittekerke, Spoed. Aha, oké. Okay. Spoed krijgen jullie wel in Nederland. Ja, krijgen we Spoed, ook. Dat komt binnenkort. Altijd Spoed in Nederland. Hartstikke, ja? Enorm. En je zit op de radio 's ochtends? Ja, we hebben een programma, de Opsporingsbrigade. En we sporen van alles op. En ik stel gewoon voor dat we vandaag de overwinning opsporen. Nou, daar gaan we dan voor. Veel succes. Dat wil wat zeggen voor Nederland. Je moet nu hard werken, Glenn, dan weet je het vast. Ja. Petra Berger naast je. Petra, jij bent een beetje in het segment classic pop. Zeg ik dat goed? Het zit een beetje tussenin, ja. Tussenin. Een beetje klassiek met pop-invloeden en pop met klassieke invloeden. Ik vind het altijd hartstikke mooi. Het is een van mijn favoriete genres. Ben je bezig met een album of zo? Ik ben bezig met de voorbereidingen voor het derde album. Maar er is nu ook momenteel een nieuwe single uit. Een heel mooi duet, een bewerking van Telkens Weer in het Engels. Ja? Met een hele knappe Amerikaanse zanger, Joshua Payne. Doe je goed? Ja, dat doe ik heel goed. Dat zijn de momenten. Ja, dus daar ben ik nu ook druk mee. Hartstikke leuk. Ik ben benieuwd wat ik vanavond allemaal van je hoor. Ik ben heel benieuwd. En George Baker aan de andere kant. Wauw. Ik ben blij. Dankzij Quentin Tarantino weer helemaal in de picture. Of vind je dat vervelend? Nee, ik vind het niet vervelend. Maar ja, ik ben eigenlijk al sinds ik geboren ben in de picture. Ik ben eigenlijk al hip sinds ik uit de wieg kom. Precies. Ja, maar dat had ik al een kuif namelijk. Ik bedoel, er was geen baby die een kuif had, maar ik had een kuif. Het haar is al die jaren zo blijven staan. Ja, ik doe er nooit wat aan. Oké, okay, makkelijk. Kom zo op bed uit, stap er zo weer, niks aan de hand. Helemaal goed. Ik ben heel erg blij dat je bent. Jullie allebei trouwens. En Glenn ook een beetje. Oh. Veel succes. Dank je wel. Ze doen het allemaal niet alleen, want we hebben vanavond ook weer de Notenclub Band onder leiding van Vincent. Hoe gaan we het spel spelen? Achter mij zien jullie 6 schermen. Iedere keer gaat er een scherm open, dan mogen jullie zelf kiezen. Heb je een blauw scherm, is er niets aan de hand. Er staat een woordje, dan moet je een lied zingen waar dat woord in voorkomt. Er zitten ook 2 rode schermen in, daarmee kun je de beurt verliezen. Alle 6 schermen open is een zin, die zin hoort in een lied thuis. En als je dat lied weet, heb je een punt verdiend. We gaan beginnen met Nederland. Democratisch zeker. Ja? Vergadering. Zullen we 6 proberen? Ja, laten we 6 proberen. Nog niet. Het einde beginnen, nummer 6. Ja. Oh, dat is een slecht begin. Meteen een rode pakken. Sorry. Kan gebeuren. Is er alvast eentje uit, er zit er nu nog eentje in en het is aan België. 4. 4, zegt hij. Don't. Don't. Stevie Wonder. Stevie Wonder. Een van mijn favorieten, ja. Superstitious. Komt dat erin? There is. Ja. Ik weet het niet, komt het erin? Ik denk het wel. Het is wel een Laat ons even weten als die voorbij komt, en anders dan keer hem gewoon af. Oh ja. Yeah. Oh,
Mooi. Lekker nummer. Ja. Saxofoon erbij. Heerlijk. Prachtig. Jullie mogen doorgaan met het volgende scherm. We gaan door van 4... Naar 5. Naar 5. Oké, hij mag er. Come. Come, baby, come. Come. Oh, wacht. Ik heb de tijd. Nee, ik weet het. We gaan er komen. Het is een traag nummer, maar come erin. You van Ten Sharp. En dat is Nederlands, nee? Het is een Nederlandse groep, ja. Ja, hè? Nederlandse zanger. Ja. Heel goed. Met trots. Met gevoel. Talk or just say nothing. I don't mind, your looks never lie. I was always on the run, find it out. Then I was looking for, and I was always insecure. Just until I found Clark. Words often don't come easy. I never learned to show the inside of me. You know my baby, you are always patient to drag it out. Wanna try it out. I was always on the run, find it out. And I was looking for, and I was always insecure. Komt er ook in. Alle chance. Heel goed. Bijna dubbele punten voor Don't en Come. Ik vind hem goed. De mooie combinatie. Je kunt het ooit eens een keer moeilijker maken, dit spel. Ja. Jullie mogen door met het volgende scherm. Alleen mag ik eens kiezen? Ja. Het volgende kan niet, maar het vorige misschien wel. Ja, omdat. Tien mag ik weer niet kiezen. Doe maar 3. Ja, sorry. Laat ze gaan. 3? Ja, oké, 3. Love. Zit er dan nog op? We love you. Het gaat goed. Love don't come easy. Love don't come easy. It's a game of give and take. Oh, you can't hurry love. You can't hurry love. Wat ben je aan het doen, Danny? Dansen. Oh. Maar ik word daar zo moe van dansen. Maar volgens mij ben je met een oplossing bezig of zo. Ik dans niet meer mee. Van wie is Can't Hurry Love. Phil Collins. You Can't Hurry Love. Ja.